Het Zaans Museum is ontstaan, wat ik nog weet, in eind 1990. 1998 is het geopend. En het is ontstaan omdat de ZOV-collectie gepresenteerd werd in het Honig Breedhuis. En het werd veel te klein. En toen is er is Klaas Wout, samen met Kees Wout, zijn bezig geweest om te kijken of ze een museum konden realiseren. Dat heeft een vlucht genomen. Er kwam een Europese subsidie. En ineens stond het Zaans Museum hier. En ging het in 1998 open. En ik werkte zelf toen nog in het Zuiderzeemuseum. En had nauwe contacten met de groep. En ik was erbij. Maar nog niet in dienst. Wat was precies de rol van de gemeente Zaanstad, die eigenlijk toen nog niet zo lang bestond? De rol van de gemeente was wel gelegenheid geven. Het werd een stichting, dus iedereen had zijn eigen verantwoordelijkheid daarin. Er kwam een subsidie. Uiteindelijk een kleine subsidie. Maar in mijn tijd dat ik 14 jaar directeur ben geweest, is het wel gegroeid. De gemeente heeft het allemaal wel toegejuicht wat hier gebeurde. Want al vrij snel in 2003 had ik contacten met het Zuiderzeemuseum, waar de Verkadercollectie naartoe ging. En zij hebben er ook toe bijgedragen dat het hier kwam. Die Verkadercollectie, ja, ik heb ooit begrepen dat die naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen zou gaan. Ja, dat klopt. En toen werkte ik zelf ook nog in het Zuiderzeemuseum als hoofdpresentatie educatie. En toen ik gevraagd werd om directeur te worden in het Zaans Museum, dacht ik, dan gaat de Verkadercollectie met mij mee. Nou, zo makkelijk was dat niet. Ik heb best wel een gevecht gevoerd met de directeur van het Zuiderzeemuseum. En uiteindelijk in 2003 hebben wij het voor elkaar gekregen dat de collectie naar Zaanstreek kwam. En het mooie was ook altijd, ik hoefde niks uit te leggen, want de Verkadercollectie moest naar de Zaanstreek. Het Zaans Museum kreeg een plekje op de Zaanse Schans, maar dat was niet helemaal zonder discussie, begrijp ik. Nee, uiteindelijk toen ik kwam dacht ik van nou, dan hebben we een binnenmuseum en een buitenmuseum. Dat is natuurlijk interessant. Dus ik heb geprobeerd om de Zaanse Schans toch wat meer inhoud te geven. Ik ben zelfs ook nog een jaar interim directeur geweest, waardoor er nog veel meer mogelijk was. Maar uiteindelijk heeft de commissie het gewonnen en is het Zaans Museum zijn eigen weg gegaan met de Verkadercollectie. En uiteindelijk heeft dat ook geresulteerd in veel meer bezoek. Want uiteindelijk het publiek wat naar de Zaanse Schans komt, is niet geen museumpubliek. Want daar moeten ze voor betalen en de Zaanse Schans is vrij entree. En dan is het heugelijke feit daar. Er is een gebouw naast het museum gezet en de Verkadercollectie heeft eindelijk zijn huis. Ja, dat is een heel mooi project uiteindelijk geworden. We hebben een paviljoen gebouwd in de vorm van een fabriek. Heel veel elementen in het paviljoen zijn ook gebaseerd op de Verkadefabrieken. En de sfeer is er ook. Er zijn prachtige machines gekomen. En uiteindelijk de opening was één feest. Fokkelin, je bent 14 jaar directeur hier geweest. Ongetwijfeld zijn er gekke dingen gebeurd in die periode. Nou, ik herinner me in het begin van dat ik hier werkte, dat iemand zei, nou dat kan niks zijn, want je komt niet uit de zaal. Nou, uiteindelijk is dat goed gekomen. Tussen ons ook. Maar wat een andere anekdote was, dat ik in het raadhuis was, toen het nog geen advocatenkantoor was. Daar stond een hele grote vaas en daar stond het Saar-Peterhuisje op. En een van onze medewerkers zei, van daar staat het Saar-Peterhuisje op. En dat is nu een van de grootste attracties in de presentatie van het Zaans Museum. Prachtige vaas met, dat is nu topcollectie, terwijl het daar in het raadhuis stond, vol met peuken en afval als een soort prullenmand.